ga jij eens even naar je eigen tuin, alsjeblieft, hè? Hij mag er niet in. Onder de rook van Rotterdam, in Spijkenisse, speelt tussen twee buren een brandende kwestie. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Het is toch te gek voor woorden? Ik vind het schande! Dan zeg ik dat lieg je. Ik heb elk jaar geklaagd. Ik vind dat een regelrechte belediging. Oh, 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 oh. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Harry Valk stoort zich aan het gebrekkige onderhoud van de tuin van de buurvrouw. Maar dan blijkt dat hij zelf ook niet echt groene vingers heeft. Spijkenisse, Zuid-Holland. Dit is het huis van Harry Valk. En dit is zijn tuin. Dit is de buurvrouw van Harry, Beb van Drongelen. Dit is haar tuin. En dit is haar berk. Die berk is Harry Valk een doorn in het oog. Maar hij haalt zonlicht weg of hij haalt licht weg voor de bomen. En hij haalt waarschijnlijk ook een hoop vocht weg, want de berk is die neemt nogal veel vocht op. En mijn perenboom, die toen met hier zo vreselijk heet was, toen die moest ik dus water bijgeven. Ik zie het probleem niet, zeg maar. Ik denk dat hij een beetje iets loopt te zoeken of zo, want anders ken ik het niet, anders begrijp ik het ook niet. Harry Valk stapt naar mevrouw van Drongelen met het verzoek de berk te snoeien. Ik heb tegen hem gezegd, klim maar in de boom en haal het er maar af. Want ik als 73 jaar kan niet meer door in een boom klimmen. Ja, ik kan erop aanspreken. Zeg ze, ja, ik mag knippen en zolang je het opruimt is het best. Sorry, ik ben haar tuin wel niet. Maar de berk is niet het enige. Harry ergert zich ook aan de grote struik langs het achterom. Dat is de meidoorn die steeds over het pad heen groeit. Mijn bredere vriend die komt altijd met de fiets en die had een paar flinke slomen opgelopen. Op haar beurt heeft mevrouw van Drongelen een duidelijke mening over de tuin van Harry Valk. Nou, hij ruimt niks op. Kijk maar eens naar de plaats waar hij op zit. Er liggen tegels, maar het is een en al gras nou dat er zo overheen gegroeid is. Vuilniszakken laat hij allemaal staan. En terwijl Harry baalt van de berk en de brede struik, is de maat voor mevrouw van Drongelen ook vol. Ik moet al dat onkruid opruimen voor meneer. Terwijl ik zelf 73 jaar ben, ik heb al wat anders te doen. En dan zit ik precies tegen die dode gronivia aan te kijken van de zomer. Ik vind haar sociaal, want ik doe alles om haar het leven plezier te maken. En zij doet niets om mij het leven plezierig te maken. Rijdende rechter, ik wil dat mijn buurvrouw de berg snoeit. Zoals ik al jaren gevraagd heb. En ook de meidoorn in bedwang houdt. Want dit wordt een vreselijke situatie. Rijdende rechter, ik eis dat meneer Van der Valk eerst zijn conifeer weghaalt. En zijn tuin opruimt. En dan kunnen we eens gaan praten dat meneer Van der Valk de tak eraf mag halen. Hartelijk welkom. Ja, allemaal. Ik vond hem een boompje van niks, hoor. Dat is het ook. Maar het is al 10 jaar dat ze dit niet versnoeien. Ze belooft ieder jaar. U geeft toe dat het een boompje van niks is. Ja. Sinds wanneer heeft u er last van? We zijn met... toen ik erin kwam, heeft een van mijn vrienden al gevraagd... Hoe lang was dat geleden? 10 jaar. Ja. Om te snoeien. En iedere keer belooft mevrouw het. En ze doet het niet. Dus maar zei terwijl dat ik alles doe voor haar. Per picoseconde. En zelf doet ze niets. U hebt al 10 jaar last van hem? Nou, we hebben geen last van, maar we hebben gezegd van dat het over de tuingrens komt. Waar zit u dan zo vaak in uw tuin? Nee, maar kijk uit mijn raam kijk ik er tegenaan. Ja. En het is niet de boom, het is gewoon het idee van... ik ben hier 10 jaar mee bezig en als er in mijn tuin een dode conifer is... moet hij per picoseconde eruit. Maar is dat zo dat hij meteen heeft geklaagd of niet? Wel nee. Nee? Ja, ze heeft nog nooit erover geklaagd. Oh. Ik heb het ieder jaar gevraagd en ik heb gezegd van... Nee hoor. Je hebt wel waar. Weet u het, dochter? Nee. Dat weet ik zeker dat dat niet zo is. Nee. Ieder jaar is het als ik in de tuin bezig geweest. Pep, kan je die berg snoeien, want hij zit nu bijna... U hebt dus wel geklaagd bij de buurvrouw. Ja, want hij is nu bijna... En u zegt hij heeft niet geklaagd. Begin meteen al met een raadsel. Ik denk dat het zo is dat ik zeg, ruim je tuinhuis een keertje op. Ja. En dan gaat hij klagen van...
dan mag jij je her wel eens doen. Ja. Zo'n soort iets. Zo begint dat dan. Op het ogenblik tegen het meer aan het feit van dat ik dus en mijn vrienden dus klaarstaan voor haar. Ja. Per seconde. En dat vinden we niet fijn. Is dat wat u steekt? Want u zegt, ja. Ik ben altijd zo bereidwillig geweest. Ja. En nu vraag ik eens wat en nu doet ze niks. Nou ja, met mijn vrienden heb ik in de huizen staan werken. En dan is het erg ondoenbaar, want dan zegt ze gelijk, je kan even het halletje doen. Ja. Het halletje, daar is ook de ruzie over van, wij zeggen, met een andere buurman die overleden is, hebben we gevraagd of ze alsjeblieft dat een keer na 11 uur wil doen, want we willen uitslapen. Ja. En dus even die. Dus eigenlijk bent u een beetje teleurgesteld gewoon. U wilt eigenlijk dat de buurvrouw van u houdt en dat. Nee, helemaal niet, maar iets meer gezelliger is. Ja. En zij zegt van, ja, ik heb je even en dat vinden we niet leuk. Nou, u hoort het, hij is eigenlijk teleurgesteld. Hij wil graag een. Nou, dat zal contact. Ik u vertellen. Ja. We hebben een hal. Ja. En er zitten allemaal witte tegels hal, in. Ja? Een gemeenschappelijke hal. En er zitten witte tegels op. Nou, hij heeft in die 10 jaar nog nooit de hal gedaan. Nee. Dat is een soort. Steekt wel eens. Ja, dus u bent eigenlijk weer teleurgesteld in zijn gedrag. Juist. Nou, ik wil die hal doen. Dat heb ik ook bij de Rijn. Heb je die hal nooit gedaan? Ik heb hem wel gedaan, maar. Nee, hoor. Laat me even eerlijk zijn. Toen jij ziek was, heb ik hem gedaan. Ik heb hem nu gedoeken. En ik heb gezegd, ik wil de hal doen, wel op mijn tijd. En dat is niet om 10 uur 's morgens, want ik kom wel eens een keer heel laat thuis en ik wil eens een keer uitslapen. Ja, ja, u hebt het zwaar. Ja, ik voel me overheerst. Ik voel me poging tot overheersing. U voelt u overheerst door de buurvrouw? Ja. Nou, u mag het zeggen, overheerst u de buurman? Nee hoor, ik zit nooit bij hem. Nou, ik zeg. Maar goed, maar jullie meestal geef ik het dan om, maar tegenwoordig denk ik, nou, je zoekt het maar uit. Ja. Zullen we dan eerst maar eens gaan kijken naar hoe de tuin erbij ligt? Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? In Spijkenisse vraagt meester Visser zich af of het nu werkelijk om een berk en een struik gaat, of dat er een addertje onder het gras zit. Goedemiddag. Dag, met u. Hallo, Ingrid van der Rommel. Dag meneer Gemmerix, hoe is het met u? Prima dan. Aanvallig, Harry. Ja, een probleempje met beplantingen en een tuin. Een boompje. En daarvoor is meneer Merks hier ook. Ik stel voor, we gaan nu even naar de tuinen kijken. Goed, dus die kant op, hè? Oké. En hier is het. Harry, jij eens even in je eigen tuin, alsjeblieft. Hè? Hij mag er niet in? Nee, nu even niet. Dan kunt u daar in uw tuin staan. Ja. Kunnen we elkaar goed zien en horen? We beginnen even met de berk. Ja, ik heb geprobeerd om hem te laten snoeien en dat zeggen ze allemaal. Want moet je luisteren, dan gaat hij helemaal erom. Want het is ongeveer 80% van die boom wat er af gaat. Maar hij staat helemaal in de hoek. Wat heeft u daar verder voor last van dan? Nou, men zegt dat minder groei in mijn tuin is door die berk. Minder groei in de tuin? Hier een stukje, nou, je kan het ook zien. Daar groeit het behoorlijk en hier groeit het haast niks. En dan was er nog een meidoorn of nou, een die vuurdoorn. Meidoorn hiernaast die is dus net gekapt. Ik heb vrienden die erg breed zijn en die komen hier met de fiets langs. En ja, dat is een. Maar dat zijn hele brede vrienden dan? Ja, ik heb hele brede vrienden, hele dikke vrienden. Ja, god, maar dat zijn een van de lasten als je te breed bent. Dan, maar dit ziet er toch goed uit? Het ziet er nu goed uit, maar nou. Het is maandagochtend gesnoeid. Oké. Okay. We gaan het nu even over uw tuin hebben, want de mensen hebben klachten over uw tuin. Dat weet ik. Die zeggen dat u er een bende van maakt. Ik ben bezig. Nou hier, sorry, het is gewoon te nat en het water wordt hier te hoog gehouden in de Spijkenisse. Dus je kan er op het ogenblik niet in werken. Ja. En ik zeg, het is gewoon nat. Wanneer is dat voor het laatst gemaaid? Ik was bezig in augustus. Ik heb in augustus waanzinnig gaan groeien met die regen. Het is te nat geworden. Ja, ik heb diabetes 2 en van de, tussen jullie kon ik een paar uur werken en dan. Ja, maar beste meneer, zo kan je je tuin er toch niet bij laten liggen? Dat weet ik, ik ben er mee bezig. Nou. Ja, sorry. En wat moeten we met die conifeer daar? Die conifeer die gaat er, zodra het er droog is, gaat die weg. Want die is in. Ja, maar dat is al 8 jaar zo hoor. Mijn moeder heeft liever niet dat je nu in de tuin komt. Nou ja, ik moet toch even met u kunnen praten. Die conifeer is in juni overleden. Het was de bedoeling dat hij, zodra het droog is, dat hij omgehakt wordt. Maar het is op het ogenblik te nat. Ja, voorlopig zit ik de hele zomer alweer tegenaan te kijken. Dat is niet waar. Zij is begonnen met klagen over mijn tuin toen ik door mijn knie gezakt ben. Uh-huh. En iedere keer als er een takje over het dingetje is en een boom doodgaat, is het. Hij moet er direct eruit. Direct. En ik doe alles direct. Hij doet alles direct. In ieder geval. Dat is niet van direct hoor.
Nee, dat ziet iedereen. Waarom zit je dan niet gewoon met schuttingen? Een schutting. Niemand ik hou niet van schuttingen. Nee, ik hou ook niet van schuttingen, maar dus jou ook helemaal niet. Het is echt een schutting. Dag. Ik wilde nog even bij je voorkijken, want ja, er is brand geweest hier. Brand? In het portiek. De tweede in deze wijk. De eerste is op nummer 38 twee maanden geleden gegooid. Ik zat er zelf. Ja, ja. Tenminste, dat beweer ik. Oké. Ik kan het laten zien, want de deur is uit de hand gerepareerd. Het is helemaal het is helemaal geblakerd. Ja. Bij mij is het nog erger, mijn deur is helemaal weg. Daar hebben ze die plannen voor gemaakt. En u lag in bed? Ja. Is nachts gebeurd? Dus ik heb het hier gezien. We gaan eventjes naar buiten. Dat is hier niet zo prettig hier. Ik zie je straks terug voor de oorzaak. Ja. Ja, dat is, dat is een nare plek, die brand daar, hè? Zo. Ja. Mijn moeder is al 8 weken bij mij in huis in verband met de brand. Want ze gaat dus vrijdag pas weer naar huis. Ja. Ze hebben een soort zelfgemaakt vuurwerk. Hebben ze in het portiek gegooid en dat is volledig uitgebrand. En mijn moeder lag te slapen. Ja. 'S nachts om 4:30. En ook de buurmanse deur is ook helemaal verbrand. Dus het is heel triest allemaal. Ja, dat is een, mijn deur is niet verbrand. Alleen de verf is afgebrand. Ja. Eerste lagen. Maar goed, er spelen dus nog een heleboel meer zaken hier in deze buurt, hè? Het was op Harry bedoeld, maar de bom is bij mij naar binnen gegaan, zeg maar. Dus hele dat deur kan je maar bewijzen, Bert. Op die manier hebt u je dus gewoon... Je kan het niet bewijzen. Nee. Nou, waarom zeg je dan dat het bij mij voor maar mij bestemd was? Maar ik denk wel dat het al die jongens tegen jou zijn. Ik denk het andersom, want jij vraagt iedere keer de jongens uit de politiek. Die hebben het ook gepest om. Ik jaag helemaal geen jongens. Nou, dan hoor je het dan weer in het straatje. Maar goed, waarom stuurde u meneer Valk de tuin uit? Nou, als ze over zo'n boompje gaan zitten te zeuren, hoeven ze bij mij niet meer in de tuin te komen. Dat is een takje van 45 centimeter. Nee, want u was echt heel resoluut, hè? Ja, gaat nou met de tuin uit. Nee, dat was Ingrid, hoor, niet. Want waarom is het daar zo'n enorme verwaarloosde boel? Ziek geweest. U bent ziek geweest? Ja. 20 jaar? Nee, geen 20 jaar. Hij is altijd netjes geweest. Ik ben door mijn knieën gegaan. Daarna en toen kon het niet meer. Is dat zo? Is die tuin altijd netjes geweest? In het begin was die netjes. Ja. Want toen hebben ze hem voor me aangelegd. Maar daarna en toen heb ik ook netjes onderhouden. Ja. Dus in de weg waren, heb je er niks meer aan gedaan. Want dat vond ik ook zo gek. U zei dat die berg, dat die vocht onttrok aan uw tuin. Maar nee, als ik uw tuin zie, dan denk ik, nou, er is eerder te veel vocht dan te weinig. Ja, maar het is ook wel droog geweest. Nee? In mijn tuin, ja. Het is een moeras, is het. Ja, toen was het weer keihard en hartstikke droog. Ja. Het ligt altijd ergens anders aan, hè? Ja. Goed, we gaan kijken naar de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting graaft meester Visser zich een weg door het tuinleed van de buren. Maar dat is niet het enige waar hij op stuit. Welkom, we zijn in Spijkenisse. Aan de orde is de zaak van meneer Valk tegen zijn buurvrouw, mevrouw Van Drongelen, bijgestaan door haar dochter vandaag. Ja, nou, laten we eens even vooraan beginnen. De Haag, er wordt gesproken van een meidoorn, maar meneer Merks, dat is niet, hè? Nee, het is een vuurdoorn. Een vuurdoorn. Maar goed, u had er last van, maar hij is inmiddels bijgeknipt. Hij is bijgeknipt, dat is een maandagochtend gebeurd. Nou, dan de berkenboom. Nou, klaagde meneer Valk erover dat zijn perenbomen zo daar last van is. Is dat zo? Nee. De perenboom is dusdanig kort gesnoeid dat hij helemaal geen last heeft van die berk. Ja. Mijn tuin is behandeld door een tuinman. Die heeft gezegd, moet je luisteren, jouw tuin wordt straks overwoekerd door twee bomen. Dus... Goede orde, u zegt dat u een tuinman in de tuin gehad heeft? Ja, vorig jaar. Maar die is dan niet lang gebleven, denk ik. Nou, die heeft alles gemaakt en de bomen gesnoeid. Zijn vorig jaar gesnoeid. Ja. Ja. En die zei van, moet je luisteren, je moet er wat aan doen, want die stokjes is jouw tuin helemaal overwoekerd. En die berg, ik zie hem steeds harder groeien. Ja, ja. Kunnen we daar nog aan snoeien, meneer Merks? Ja, je kan er best aan snoeien, maar ik denk niet dat je er iets mee hebt, dat het een voordeel oplevert. Het is nutteloos. Ja. Ja, en dat was eigenlijk de aanleiding tot deze zaak. Maar ja, toen werd u gehoord. En toen kwam er eigenlijk een bak ellende boven water. Want u ergert zich enorm aan uw buurman. Ja, niet aan de buurman, want de buurman zijn tuin. Aan zijn tuin, dat is een belangrijk onderscheid. U vindt het verder wel aardig. Nou, dat geloof ik voor in bonden. Gelooft u niet? Nee. Waarom niet? Wij hebben gezien hoe ik vanmiddag behandeld werd. U mocht niet in mijn tuin komen, ik mocht helemaal niets. U mocht de tuin niet in. Hoe lang woont u naast elkaar? 10-11 jaar. En dat was altijd wel goed? In het begin ging het goed. Nou, nee. Maar we hebben daar een gezamenlijke hal. En dat heb u gezien.
Ja. Maar hij zal nooit eens een keer een blaadje eruit vegen of schoonmaken. Uiteindelijk, als je zo'n gezamenlijke hal hebt, ben je dat wel verplicht. Ja, sorry, ik sta wat later op, ik ga ook laat naar bed. En die is iedere keer van, als hij zegt van doe je, dan doe ik het wel. Maar dan is het om 11 uur en dan zegt, heb zij hem al gedaan om 10 uur of om 9 uur. Ik begrijp het. Maar nou zegt de buurvrouw, ik ben het zat om naar die tuin van... Dat was daar van het begin af aan geweest, dus het is niks nieuws. Ja, dat weet ik. De hele zomer heb jij nog niet ene keer een maaimachine gepakt. Ik heb wel een paar jaar geweest. Maar die maaimachine die zag ik wel achter staan bij u. Ja, klopt. Tussen de volle vuilniszakken. Ja, klopt. Het is dan niet goed. Die vuilniszakken zal ik ook morgen wegbrengen. Ja. Zodra ik in de tuin weet, is het van, jij gaat wat doen. Dan voelt u zich gecommandeerd. Volgens mij zeer gecommandeerd. Haal jij dat onkruid eens even bij. Nee, als ik aan die kant bezig ben, je moet aan die kant beginnen. Ja. En dan ben ik een beetje zat. En daarom doet u het niet? Nou, ik heb geen gezelligheid, dan word ik gecommandeerd. En dan denk ik, dan trek ik me even terug. En dan denk ik van, nou, dan ga ik even stadje in. En dan is het eventjes... Dan ben je er weer vanaf. Nee, daar ben ik er niet vanaf, maar daar heb ik even te pesten in. Dan denk ik, voordat ik kwaad word, even tot 100 tellen in de stad. Gezellig. En, gezellig. Kom naar vrienden toe. En komt u thuis? En dan kom ik thuis en dan, dan zie ik de tuin niet. En dan... En waarom heeft u dan last van de boom als u de tuin toch nooit bekijkt? Nou, alleen omdat dus die tuinman gezegd of die hovenier gezegd heeft van... joh, je moet er wat aan doen. Moet je luisteren, ik heb geen gezelligheid, dus ik ga het stadje in. Het enige wat ze kan zeggen is van, heb je even? U bent eigenlijk helemaal niet meer gelukkig daar in dat huis. Ik vind het niet gezellig. Nee. Vandaag zijn verschenen meneer Jansen en mevrouw Roekmeulen van de woningstichting. U bent de eigenaar, ik zal maar zeggen, van deze woningen. Klopt. Wij zijn al heel lang op de hoogte van de tuin, zeker van meneer Valk. In 2005 hebben wij juridische procedure tegen meneer Valk aangespannen. Wij hebben gezegd, dan als u zelf uw tuin niet opknapt, en daar hebben we hem echt ontzettend lang de tijd voor gegeven, dan laten wij het op uw kosten uitvoeren. U heeft een procedure gevoerd bij de kantonrechter. En die heeft de eis toegewezen? Die heeft de eis toegewezen. Daar is dan de expert bij meneer langs geweest. Aha. Die heeft zijn tuin gewoon leeggehaald. En daar heeft u voor betaald? Ja. Hoeveel kost dat geintje? 2000 gulden. 2000 euro? Ja. En sinds die tijd heeft hij niets aan die tuin weer gedaan. Dus ik denk dat we zeer binnenkort meneer weer aan zullen schrijven. Want ja, je moet gewoon zorgen dat het een verzorgde tuin is. Nou, even heel wat anders. Ik ben enorm geschrokken van die brand daar bij u in de portier. Nou, nogal, ja. Ik ook. Want ja, vandalisme, denk ik, nou, ja, het kan natuurlijk, maar ik vind het zo raar in zo'n kleine nieuwbouwwijk. Mag ik even reageren? Er is meer als alleen die brand. In de loop van het jaar is er al een koolgat in zijn raam geweest. Toen ik een keer de ramen ingeslagen geweest bij hem. Er is veel meer aan de hand bij hem in zijn woning. Hebben ze u beschoten? Dat was een jaar of vier geleden. Toen bleek dus dat er... twee kogels van de windbuks in mijn tuin nu zaten. Maar hoe komt dat dan eigenlijk? Ja, weet ik veel. Ik zat op de wc. Maar vind je die niet aardig dan of zo? Volgens de politie was het kattenkwaad. Daarna is er een klein steentje door mijn ruit gegooid. Een steen door je ruit hoorde ik al. Dat is ook erg hoor. Zo'n klein steentje, dat was s'nachts om 2 uur. Dat was, vond ik het ergst, want toen verschrok ik wakker. Van de zomer zijn er 2,5 tegels naar binnen gegooid en dat was om 10:30. Maar ja, dit is toch geen kattenkwaad meer? Ja, ik weet ook niet wat het is. En u gaat ervan uit dat het geen toeval is en u voelt het daar niet, erg onveilig bij? Nogal, ja. Mensen willen daar allemaal weg. De deuren waren ze niet meer naar bed, zeg maar. Maar als het nou... Kijk, ik zit even een optelsom te maken. En gelukkig is de woningstichting er. Ik ben blij. Ja, meneer Valk voelt zich eigenlijk niet lekker daar in de buurt. Zijn directe buurvrouw die heeft toch wel angst dat de incidenten... dat het geen kattenkwaad is, maar dat ze hem zoeken. Die voelt zich daar onveilig bij. Zou het dan niet misschien een goed idee zijn om een andere woning voor meneer te zoeken? Die misschien meer bij is. Ik heb het met meneer Valk daar wel eens vaker over gehad. Omdat meneer Valk natuurlijk zijn tuin niet onderhoudt. En heb ik gezegd van meneer Valk, het zou voor u beter zijn als u een bovenwoning ergens gaat zoeken. En weet u waar ik nou zo bang voor ben? Waar ik bang voor ben is, kijk, deze kwestie met die tuin, daar ga ik straks een uitspraak over doen. En dan roepen iedere mensen de geweldige, maar geweldige wijze beslissing weer van die rijdende weg. Maar waar ik zo bang voor ben is dat u bent een man met een hart van goud, geloof ik onmiddellijk. Maar dat u zich op een of andere manier zo gehaat maakt in de buurt, dat uiteindelijk de woningbouwer gaat zeggen van, hij kan hier niet blijven. Dan volgt er een ontruimingsprocedure, want u bent er een keer bij de rechter geweest. Daar ben ik ook bang voor. En hoe eindigt dat dan? Vaak zien we dat mensen dan aan de zwerf raken. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja. Ik zeg nog, maar als ik een andere woning kan krijgen, best met een groot balkon, vind ik bereid. Ja, dus dan ga ik ook eisen bijstellen. Nou, dat is de enige eis die ik erbij heb.
In plaats van de tuin. Lekker ga je dan ook wel opruimen dan? Natuurlijk. Ja, ik vraag het maar. Ja. Ik zal over die tuin een uitspraak doen. Ja, dan zie ik u voor terug in de studio in Hilversum. Ja. Nou ja, daar kwam meneer Valk. Komt u nog even? Nou ja, er kwam natuurlijk toch nog wat, boven tafel. Hè? De rechter zei van, nou ja, stel dat er een ontruimingsprocedure begint... en dan zou u misschien aan de zwerf kunnen raken. Toen zei u, daar ben ik zelf ook bang voor. Ja. Maar bent u dan gewoon ook bang dat u zelf, laten we zeggen, wat afglijdt? Ik ben daar even bang voor. Ja? Wegens suiken en andere zaken. Wat zegt u, wegens? Suikerziekte. Ja, suikerziekte, ja. Diabetes 2 en andere dingen. En Het is lastig. Maar goed, er is nu een brandbom geweest, er is geschoten, er zijn allemaal hele nare dingen gebeurd. Hoe ligt u dan in de buurt? Goed, ik ben een goede jongen. Nou, dat kan ik me dan bijna niet voorstellen. Nou, ik heb met mijn buren geen last. Ik heb van niemand last, want niemand ziet me. Nee. En de enige waar die last van me heb is de Pip. En die brand boven, die was dus eigen kwaad op me. En voor de rest ga ik met iedereen goed om. Nee, maar waarom dan al die agressie? Ja, als ik het wist, dan wist ik het. Nee. U wilt gewoon uw eigen leven leiden en in uw huis. En u wil eigenlijk verder met helemaal niemand iets te maken hebben. Ja, met mijn vrienden. Met uw vrienden. En met de kennis die ik heb. Ja, en verder niet. Ja, en ik wil het halletje doen. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Ja. Op de tijd dat het mij zit. Maar u wilt niks met de buren en de rest van de buren? Gewoon gezellig, gewoon eventueel goede buur zijn. En voor de rest niet. En ik ben een hartstikke goede buur. Ja, nou, dat wilt u waarschijnlijk ook zijn. Daar geloof ik geen moer van. Goed, wij gaan nu naar de uitspraak. Voor we daar naartoe gaan, nog even dit. Wilt u de overlast van uw buren ook op de schop nemen? U kunt bellen. 0900-1301. En dan nu de uitspraak. Moet Beb van Drongelen de boom in... of moet Harry Valk puin ruimen? Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak Valk tegen Van Drongelen. Ja, het probleem dat door de heer Valk aan mij is voorgelegd... is juridisch tamelijk eenvoudig, omdat het eigenlijk niet bestaat. De berkenboom veroorzaakt geen noemenswaardige overlast. Snoeien heeft geen enkele zin... Valk heeft dus geen zaak. Omgekeerd heeft mevrouw Van Drongelen wel degelijk een zaak, want het is een bende in de tuin van Valk. En daar hoeft de buurvrouw, dat heeft te maken met het huurcontract, geen genoegen mee te nemen. Valk moet dan ook worden verplicht om die bende binnen 2 maanden op te ruimen. En als hij dat niet doet, dan gaat dat €50 per dag kosten. Maar ja, dat was het juridische probleem, de tuinen. Het werkelijke probleem ligt... natuurlijk ergens anders. Ja, Valk houdt er een levensstijl op na die kennelijk agressie oproept. En ik denk dat het geen toeval meer is, al die aanvallen. En ik vind dat de huidige situatie dermate explosief... dat de naaste buren, en meer in het bijzonder mevrouw Van Drongelen... die niet voor niets bij haar dochter verblijft, direct gevaar loopt. En ik zou dan ook menen dat de woningstichting... op de kortst mogelijke termijn een oplossing moet gaan zoeken... Bijvoorbeeld door Valk een andere woning aan te bieden die beter bij zijn persoon en levensstijl past. Maar goed, dat is aan de woningstichting. Valk gaat de tuin opruimen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, wat gaat u doen? Ik ben al bezig met opruimen. Verhuizen. Ik heb de zakken en ik probeer te verhuizen. U probeert te verhuizen. Dat wil u zelf eigenlijk ook wel. Ja. Ja. We zijn al bezig met leverpitten. U bent er al mee bezig. Nou, dat is goed nieuws, denk ik, voor u. Ja. In dit geval. In dit geval wel, ja. Ja. Gefeliciteerd met de uitspraak. Ja, dank u. Ik ben blij dat de tuin in ieder geval opgeruimd wordt. En ik hoop dat u op korte termijn weer terug kunt naar uw huis. Ja, ik was van plan om een vrijdag te gaan. Maar weer proberen. Ja, oké. Okay. Goed, heel veel sterkte daarbij. Dank je wel. U ook sterkte met de komende verhuizingen. Dank u wel voor het kijken. Tot ziens. Ja. Gefeliciteerd. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen. 0900 1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 12010 1100 AA in Amsterdam. Dit heeft hij echt uit de duim gezolden. Ja, maar dat is nogal wat. Je bedoelt dus niet zomaar een leugentje om bestwil waar u van beschuldigt. Dat hij zich tamelijk grootschalig aan valsheid in geschriften
schuldig maakt. Waarom staat er geen handtekening onder dan? Ook een simpel klusje kan aardig uit de hand lopen. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Het is toch te gek voor woorden? Ik vind het schande! Dan zeg ik dat licht. Ik heb elk jaar geklaagd. Ik vind dat een regelrechte belediging. Dankjewel. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Wanneer Rijn Stolte niet tevreden is over het voegwerk aan zijn huis, stuit hij bij zijn klusjesman op een muur van onbegrip. Dit is Rijn Stolte en dit is zijn koophuis in Sneek. In de zomer van 2005 besluit Rijn dat zijn huis toe is aan een flinke opknapbeurt. Nou, ik heb hier 13 jaar gewoond en nooit iets aan gedaan. En toen ik erachter kwam dat er redelijke overwaarde op het huis zat, toen dacht ik, nu ga ik van dit hok een paleis maken. Omdat de voorgevel van het huis toch een visitekaartje is, begint Rijn daarmee. Hij komt uit bij het eenmans voegbedrijfje van Roelof Verwer, dat veruit het goedkoopst blijkt te zijn. Ik ben langs geweest om de woning te bekijken, de voorgevel te bekijken. Toen hebben we afspraken gemaakt om het aan te nemen. Na wat getouwtrek worden de heren het eens over een prijs van €850. In februari 2006 gaat Roelof aan de slag. Maar echt tevreden is Rijn niet. Het stukje aan die kant van het luchtpijpje wou die overslaan. Dan heb ik met barstend geweld tegen hem moeten zeggen. En nu tot zover, dat is mijn gerechtigheid. En zover voeg je het. Ik was aan het voegen en dan kwam hij en dan was hij alleen maar positief. Bood hij ook nog wel eens een bakje koffie aan. En nou, het was niet echt een zeur, hij zeurde er niet. Na 3 dagen reinigen, bikken en voegen zit Roelof Staak erop. Tevreden ruimt hij zijn spullen op. De klus is klaar. De klus was nog lang niet klaar. De straat zou hij schoonspuiten als hij kwam impregneren. Nee, impregneren dat doen we altijd op pad. Want dat duurt 3 weken. Dat zit nooit standaard in de prijs. Er miste een steen uit de vensterbank. En ik was niet tevreden met dat werk. Meneer Stolten was er hartstikke tevreden mee. En daarna heeft hij mij ook nog diezelfde dag betaald. Ik had er alle vertrouwen in dat hij later zou terugkomen om het af te maken. Maar dat heeft hij nooit gedaan. 7 maanden later valt er bij Roelof een boze brief in de bus. Er zal een witte waars over de muur heen zijn. En er zal een steen loszitten. Dus meneer ging niet akkoord. Omdat hij nooit is langsgekomen, voel ik me enorm besodemieterd door hem. Rijdende rechter, ik heb €850 betaald voor het renoveren van mijn voorgevel. Het ziet er niet uit en ik eis dat de heer Verwer dat keurig netjes voor me kan maken. Rijdende rechter, ik ben niet van plan om nog iets te doen aan die gevel. Ik heb alles gedaan voor het geld wat ik kon doen en daar blijf ik bij. Hartelijk welkom allebei. Ik begreep dat jij je stem bijna helemaal kwijt bent. Ja? Een beetje. Een beetje. Maar goed, het is goed dat je toch in ieder geval gekomen bent. Maar, die stond. Wat ging er verkeerd bij dat voegen? Alles is een hele hoop van wat hij beloofd had. Ja. Dat begon hij steeds meer af te halen. Ja. Ja. Hij heeft niet geïmpregneerd, hij heeft de rotzooi niet opgeruimd en de straat niet schoongespoten. En hoe zat dat met die baksteen? Ik dacht dat was een baksteen uit de vensterbank. En ja. Heeft hij dat gedaan volgens u? Nou, ik denk dat hij een poging gedaan heeft om daar een andere steen in te zetten. Die was los, die baksteen? Nou, die is met voetpikken losgegaan, denk ik. Ja, je hebt de boel niet netjes achtergelaten. Daar ben ik het niet mee eens. Kijk, nee. We hebben een afspraak gemaakt omdat meneer contant betaalde dat hij het zelf op zou ruimen. Impregneren staat niet bij de prijzing, want dat doe ik altijd later. Ja. Omdat we vroeger 3 weken moeten hadden. Ja. Maar dat staat ook niet bij de prijzing, dus daar heb ik ook niks over gehoord. Baksteen heb ik eruit gehaald, want die is door mijn schuld losgegaan. Ja. Die heb ik vervangen. Ja. Maar omdat ik hem er net in had gezet, blijft het zwak. Dus ja, als meneer met zijn bakfiets, of ik zeg niet dat meneer het heeft gedaan, misschien de buren of de kinderen, dat ze daar tegenaan fietsen, ja, dan gaat hij weer los. En u moest zelf ook spullen halen, was dat zo? Ja, dat was de afspraak, dat meneer zelf materiaal zou halen. En wel, waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor materiaal? Ja, zand, cement. Zand? Niet zo heel veel. Vond u dat niet vreemd?
Dat u zelf de spullen moest halen? Ja, ik weet ook waarom. Waarom? Dat heeft die groothandel zelf verteld. Nou, zeg het maar. Die groothandel zegt, voor wie is het? Ik zei, Rolf Verwer. Dus die kan niet meer op rekening. Is dat zo? Ik weet niet bij welke groothandel hij is geweest. Nou, dat weet ik niet. Waar jij me heen hebt gestuurd? Nou, daar kan ik wel materiaal halen. Nog steeds. Dus, het is niet zo. Het is niet zo? Dat hij zegt, Verwer mag niet meer kopen. Want had je schulden bij de groothandel? Nee. Maar ik kan wel begrijpen, als iemand anders komt dan mij... Ja. Dat hij niet iemand die hij niet kent geen materiaal meer geeft. Dus daar gaat het niet om. Waar gaat het nou volgens jou in deze kwestie wel om? Ja, ik zou het echt niet weten. Nee? Nee. Ik bedoel, de witte waas, nou ja, dat vind ik ook wel meevallen. Ja. Nou, maar en dus... dat hij de stoep schoon zou maken, dat staat... Dat was de afspraak, dat staat in offertes. Dat hij zelf de boel zou opruimen? Meneer Halter. Offertes heb ik nooit gezien en nooit ondertekend. U hebt geen offerte gekregen? Nee, dan had ik hem wel ondertekend. Was er geen offerte? Ja, ik heb ze toch... Mondeling. Mondelingenafspraak was het. Ja. In eerste instantie wel later op papier gezet. We hebben alles besproken. Ja. Meneer was het ermee eens. Daarom had ik mijn prijs ook zo scherp gehouden. Precies. Eigenlijk zeg jij van luister, het was heel goedkoop, zonder al die extra's. Ja. Ja. Dus dan moet meneer niet later toch al die extra's vragen. Nee, is dat inderdaad een beetje de kern van de zaak? Nou, er is niet een voegbedrijf die iets zo uitlevert. Nee? Nee. Op grond waarvan hebt u in de tijd uw keus op hem laten vallen? Omdat hij goedkoop was. Nou ja, dan hij zegt van ja, luister, als je goedkoop wil, dan kan je misschien niet, laten we zeggen, ja, je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, laat ik het zo zeggen. Nou, hij biedt het zelf aan. Ja. Nog even één ding. Komen jullie elkaar nog tegen op straat of niet? Want de sneek is natuurlijk ook weer niet zo enorm groot. Nee. En dan negeren jullie elkaar gewoon? Nee. Dat niet? Jullie groeten wel? Ja, als ik misschien wel. Ja, ja. Nog wat feeling. Dat wel, zo erg is nog niet van verre. Als ik die bus zie, dan ga ik niet voor ver zwaaien. Goed, nou, we gaan eens eventjes kijken naar in Sneek, of in Snits, hè, zoals ze het daar zeggen. Meester Visser reist af naar Sneek om het voegverdriet van Rijn Stolten van dichtbij te bekijken. Goedemiddag. Goedendag. Ja, hey, Koek. Goedendag. Welkom. Ja, dank u wel. Rijn Stolten. U bent de trotse eigenaar van dit pand. Ja. Ja, het is anders, hè? Waardoor het een beetje eruit springt, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe ziet de rest van het huis er eigenlijk uit? Aan de achterkant, is het ook gevoegd? Dat is mijn nieuwe muur, die heb ik zelf gevoegd. U kunt zelf ook voegen? Ja, maar niet zoveel achter elkaar. Dan duurt het te lang. Maar u kunt het wel. Ja. Mag ik eens kijken hoe het eruit ziet? Ja, dat mag je zien. We kunnen ook eens kijken wat mensen zelf kunnen, meneer Verwer. Kom je maar mee, heb je het ook gezien? Zo, moet ja. Oh, gaat er. En u woont hier ook, of... Ja. Oké. U heeft een tekort aan opslag, geloof ik, hè? Ja. Ja, die slaat hier alles op. Het was zelfs een koffer. Ja, maar daar kom ik... Die gaat weg. Oh, die gaat weg? Ja, er gaat nog heel veel weg. Ja, nou, jammer. Zo. Nou, dit heeft u zelf gevoegd. Ja. Nou, meneer Koek, ik vind het er wel lekker knap uitzien. Het is een wat ruwe voeg, maar daar kan je voor kiezen. Ja. Ja. Dan gaan we naar voren, want daar kom ik eigenlijk voor. Maar dan heb ik een idee van wat meneer zelf ook kan, hè? Ja, meneer Koek, waar moet ik nou naar kijken? Dit vindt het er niet erg schoon uitzien, nee. Maar ja, nee. Is dat cement allemaal? Dat is cementsmet. En er hangt iets van een... Ja, een waas? Ja, op de stenen zit hier en daar ook wel een... Kijk, zoals dit, hè. Dus het is toch een licht waas van voegspecie wat op de stenen aanwezig is. Daarboven, daar is heel erg... Hier bij de regenpijp. Dat is helemaal geen grote waas. En die steen, daar zit u erg mee. U zegt dat er helemaal niet goed gemaakt. Ja, die steen die moet er ook weer in. Maar is dit ook meegevoegd? Ja. Ja. Deze die wordt daarin. Die is er met de uitbekken is die eruit gevallen. Maar goed, dat lijkt me niet zo'n operatie, meneer Koek, om dat erin te plakken. Nee, inderdaad. Dat is een kwestie van 5 minuten. En dit? Is dit hard genoeg? Nou, ik wil even kijken. Ik heb een voeghardheidsmeter bij me. Dus, een voeghardheidsmeter. Goed zo. Ja. Nou. Een voeghardheidsmeter. Ja. Druk op een knopje en de hamer valt terug.
dat is 58. Mag ik ook even? Ja hoor, midden op de voet zetten. Met dit ding zo? Ja, laat die streepjes en nu op het knopje drukken. Dan valt hij naar beneden. Nou. En nou zit er een putje in. Ja, maar dat klopt. Het is net zoals met aardappelen, je moet er niet te vaak in prikken natuurlijk. Nee. 62. Nou, dit soort werk zou 35 moeten halen. Het is 48. Ja, heel goed. Ja. Dus de hardheid is op zich geen punt van discussie, dat is voldoende. Ik heb je eigenlijk wel gezien. Dan gaan we naar de hoorzitting. Want ja, daar gaan we elkaar straks terugzien en dan gaan we over de zaak praten. Oké. Okay. Tot straks. Ja. Het was een toch een beetje een rommeltje bij u thuis. Ja. Het grootste probleem zit volgens mij aan de binnenkant van het huis en niet aan de buitenkant, als ik dat zo mag zeggen. We beginnen met de buitenkant. Ja. Is dat zo? Ja, ik heb tegen iedereen gezegd, dit hak moet een paleis worden. Ja? Een paleis moet het worden? Ja. Ja. Heeft u het al lang zo? Vanaf het moment dat hij kwam voegen. Wat? Toen ben ik begonnen. Ja. Oh, daarvoor was het netjes. In ieder geval beter. Ja. Ja. Maar u zegt, ik ga er een paleis van maken. Dat is de bedoeling. Ja. Hoe ziet dat paleis eruit? Mooi. Netjes. En alles keurig voor elkaar. Ja. Ja. Die voorgevel, bent u er wel trots op? Zo niet. Nou, maar laten we zeggen, die witte voeg. Hij was zwart en nu is hij helemaal wit. Ja, maar dat is toch ook wel een beetje apart? Ja, maar dan kunnen ze in ieder geval zien dat mijn huis is. Is dat de bedoeling? Nee, die kleur is mijn eigen keus. Ja. Gebeurt het vaker dat mensen op zo'n hele opvallende witte voeg... Ja, dat zelf ook af, want ik vind het is echt mooi staan. Je raadt het af? Ja, heeft het hij het afgeraden? Nee. Ja, ik heb gezegd. Toen een rijdende rechter er was. Nou, kijk, ik heb het afgeraden, maar het is meneer zijn keuze. Het is meneer zijn huis, dus. Ja, meneer zegt, maar jij zegt niet van, nou, dat moet je niet doen, zegt dat ziet er niet uit. Nou, ik vind, ja, dat heb ik wel gezegd. Ik zei van, de buren hebben het donker. Ja. De andere buren hebben het donker. En nu zit ik precies in het midden van een rij van 6. Ja, maar ja, hij wil gewoon zeggen, duidelijk maken, hier woon ik. Dit is het paleis van Rijn Stolten. Ja. Dat is hier. Ja, dat zei hij ook dus. Goed, we gaan eens kijken hoe het juridisch allemaal in elkaar zit. Tijdens de hoorzitting vertelt meester Visser de partijen flink de waarheid wanneer blijkt dat leugens op de loer liggen. Welkom, we zijn hier in Friesland. En aan de orde is de zaak van meneer Stolten uit Sneek tegen meneer Verwer, handelende onder de naam Voegbedrijf Verwer. Ook uit Sneek. Een goede voorgevel siert het huis, zei mijn grootvader altijd. Maar dan bedoelde hij wat anders. Ja, ik krijg opgestuurd een brief van voegbedrijf Verwer. 10 februari 2006. En die doet een offerte. €36 per vierkante meter. Totaal €856,80. Die offerte heb ik niet gehad. Die heeft u nooit gezien, die offerte? Nee. Hoe zit het, meneer Verwer? Ik heb nooit een offerte gehad. Dat is standaard. Had ik hem al ondertekend. Nee, zeg maar. Als je iets op papier aanneemt, dan is het standaard dat je eerst een offerte maakt. En is het ook niet standaard dat er onder komt te staan voor akkoord? Als ik wat laat doen, krijg ik ook een offerte. En dan willen ze altijd dat ik eronder zet, akkoord. Ja. Maar als meneer belt en die zegt van nou doe het maar, dan is het voor mij ook een akkoord. Maar ja, u zegt, hij heeft hem later gemaakt. Ja, hij heeft hem voor een paar weken teruggemaakt. Want er is er nog één. Van een week eerder. En daar staat in totaal 1000 plus btw 1190. Heeft u ook nooit gezien? Nee. Want in die tweede staat, u wilde een scherpere prijs. Nou, dat kan. En dan komt hij uit op die €856,80. En dan zegt hij, dit bedrag zonder impregneren. U haalt zelf voegmateriaal, zoals voegzand en cement. Heeft u dat zelf gehaald? Ja. Dat klopt wel. Wij zien uw reactie graag tegemoet. En hopen op een goede samenwerking in de toekomst. Inderdaad. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Nee. Dit heeft hij echt uit de duim gezolden. Ja, maar dat is nogal wat. Ik bedoel, het is niet zomaar een leugentje om bestwil waar u van beschuldigt. Dat hij zich tamelijk grootschalig aan valsheid in geschriften schuldig maakt. Waarom staat er geen handtekening onder dan? Aan de andere kant, in uw verhaal gaat hij uw gevel voegen. Zonder dat er iets op papier staat. Hij had wel €2000 kunnen vragen. Nou, dan. Dat had gekund, inderdaad. Dan hadden we hier ook gezeten, maar dan was hij eisen geweest. Hij heeft de rechter gebeld. Kijk, er kan geen vergissing zijn. Of het is vals, of niet. Er is geen tussenweg. U zegt nooit. Kunt u echt niet vergissen dat u het gemist heeft?
Weet u hoe ze dat in de middeleeuwen oplosten? Dan gaven ze u alle twee een zwaard. En dan mocht hij het op elkaar inhakken. En dan wie dan won. Wie het eerste kap verloren. En ja, wie dan won, die had God aan zijn zijde. Dus die moest wel de waarheid spreken. Ja. Nou, zullen we dan even naar buiten gaan nu? Nee, maar luister naar heer, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Je maakt een offerte op. En daar vanuit... Ja, maar hij zegt dat u die gefabriceerd heeft. Dat u die nep... Je stuurt standaard een offerte op. Maar ja, je gaat niet iets mondeling doen. Met andere woorden, het is zo. Iemand van u tweeën zit te liegen... En ik mag raden wie. Ja, zoiets. Ik heb hier voor mij liggen de factuur. Er staat onder, bijgeschreven, contant betaald. Hoe ging dat toen? Dat was 's ochtends vroeg, heb ik begrepen. Of in de ochtend? Nee, 's avonds. Het was 's avonds? Ja. Hij heeft mij gebeld. Toen stond ik in een winkeltje cheque te kopen. En ik zei, kom eraan. Het was klaar, hij wilde geld. Ja. Nou, u ziet het. U geeft hem zijn geld. Dan denk ik... Goedgekeurd. In eerste instantie vond ik het wel mooi. Maar later zag ik het bij zonlicht. Mm. En die sluier die over die muur zit, dat werd steeds duidelijker. Ja. En de vensterbank is onvoorstelbaar sladdig. Maar dat had ik toch gelijk kunnen zien, die vensterbank. U bent niet een van mijn omaatje die geen idee heeft. U bent zelf ook met cement bezig. U kunt dat. Dan moet je toch opletten als iemand zegt van het is klaar. Dat ziet er zo smerig uit dat... Dan moet je wel een zonnebril opzetten om dat niet te zien. Heeft u gelijk. Ik heb daar overheen gekeken. Maar u niet? Hij zou nog terugkomen. Ja, maar op dat moment was hij niet smerig. Hij was niet smerig op dat moment? Hij was niet smerig. Maar er zit toch cement op? Dat heb ik gezien, ja. Waar komt dat vandaan dan? Nou, misschien dat het later is opgedroogd, dat het dan wel in het zicht is gekomen. Maar hetzelfde als die steen. Waar komt die steen vandaan? Ja, die steen zat erin en is er later weer uitgekomen. Maar, ja... Nee, ik kijk even naar meneer Koek. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat de klant op 5 uur 's middags in februari de gevel ziet... En het hem niet opvalt dat daar een cementsluier op zit? Die aanslag is ontstaan door berekening nadat meneer al weg was. Ja, dat is natuurlijk een probleem. Dan moet je dus nooit eigenlijk direct als de vroegere zijn spullen inpakt komen keuren. Nee, dat klopt. Kijk, over het algemeen zal ook de hardheid worden gemeten. En dat doe je ook pas 2 weken na het voegen. Ja. Ja, want dan kan je pas kijken of je ook de hardheid hebt gehaald. Nou, dan kan je ook goed beoordelen of er inderdaad smet op zit op de gevel, ja of nee. Dus meneer is eigenlijk ook een beetje te vroeg aan het keuren geweest? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dan heb ik hier nog een brief. Geachte heer Verber, ik wil dat u de waas van de muur herstelt, vensterbank herstellen en de stoep weer schoonmaken. Was getekend Rijn Scholten, maar die brief is van 25 september 2006... Dan zitten we 7 maanden nadat de klus klaar was. Ja, maar ik heb een mondeling diverse keren verzocht om dat te doen. Is dat zo? We zijn elkaar 1 keer tegengekomen. Toen kwam ik toevallig tegen? Toen kwam ik hem En toen klaagde die? Nou, dat nog niet eens zozeer. Meneer vroeg wanneer ik wou impregneren. Ja. Maar ja, meneer dacht dat het erbij stond, terwijl op mijn offerte staat dat impregneren apart is. Want voor die €850... Als ik dan ook nog moet impregneren, ja, dan hou ik niks over. Dan, Meneer Koek, wat zijn de prijzen daarvoor zo gemiddeld? Impregneren moet je rekenen rond de €10 de vierkante meter. Ja, ja. En die prijs die meneer bedongen heeft, die €35? Ja, dat is hier in de regio heel gebruikelijk voor hakkerreinige voegen van metselwerk. Maar niet met impregneren erbij? Nee, niet met impregneren erbij, nee. En u dacht dat het erbij zat? Dat weet ik wel zeker dat we dat afgesproken hebben. Ik heb tegen iedere voerder heb ik gezegd, je moet... Het helemaal compleet klaarmaken, uithakken, schoonmaken, voegen en impregneren. Nou, ik weet voldoende, althans. ik ga erover nadenken. En dan zal ik u binnen niet al te lange tijd vertellen wat de uitkomst is. Hoe zat het nou met die offerte? Nou wil ik het eindelijk wel eens weten. Want meester Visser zei al van een van u beiden zit te jokkenbrokken. Ja. Is die offerte nou... Daarna aangeboden, dat zegt u, hè? Dat is zo. Dat is zo, zegt u. Ja. Hoe ver nadat het werk klaar was? Nadat u het had betaald ook? Ja, nadat ik de rijdende rechter heb ingeschakeld. Toen heeft u ze gemaakt. Toen was er nog verder gekomen. Ja. Ja. 100% zeker. Nou, nee. Maar kijk, wat je nu zegt, dat maakt niks uit, hoor. De uitspraak ligt al lang klaar, dat begrijp je. Nee. Dus je kunt rustig zeggen... Nee, maar ik bedoel, voordat je afspraken maakt... Ik kan wel mondeling afspraken maken, maar... Om dit soort situaties te voorkomen, zet je altijd alles op papier. En wanneer heb je die offerte dan aan meneer Stolten overhandigd? Ik heb hem door de brievenbus gegooid. Dan weet ik dat wij de afspraak hebben gemaakt. Voordat je dus, laten we zeggen, aan het werk begon? Ja, uiteraard. Nou ja.
Hij moet eens weten wat het is. Maar goed, het is dus gewoon. Ik kan niet anders constateren dan mensen vissen. Of jij liegt, of Rijn Stolten liegt. Ik durf zo aan een leugendetector. Ja, noem maar. Jij ook. Ja. Kom jij slecht af? Kijk, ik. Ik niet. Nou ja, goed, dat zou inderdaad uw leugendetector erbij moeten halen. Nou, dan nog het laatste. Dat van dat 7 maanden wachten. Dat vind ik toch wel heel raar dat u daar zo ontzettend lang mee gewacht hebt. Als iets niet goed is, dan ga je toch niet 7 maanden wachten met klagen? Nou, in eerste instantie dacht ik, laten we het heen en weer krijgen. En hang er een reclamebad bij. Ja. Dit werk is uitgevoerd door Roel Verwer. Een dikke pijl naar de stoeptegels. Maar ik denk op een gegeven moment, ik laat het er toch niet bij zitten. Ik ga hem aanpakken. Dan gaat wel eens even tijd overheen. Ja, ja. Goed, we gaan naar de uitspraak. Vindt u ook dat uw klusjesman de daad niet bij het woord heeft gevoegd? Dan kunt u bellen met 0900-1301. Ja, moet Roelof Verwer zijn steentje bijdragen aan het herstellen van de gevel? Of blijft Rijn Stolten zitten met een vieze muur? Hier is meester Visser met de uitspraak. Uitspraak in de zaak Stolten tegen Verwer. Nou, ik laat die schriftelijke offertes maar even rusten. Want zelfs als ik die helemaal buiten beschouwing laat, dan blijkt uit niets, meneer Stolten, dat Verwer de gevel ook nog moest impregneren, zoals u zegt. Voor de afgesproken som per vierkante meter lag dat ook niet voor de hand. En als er dus geen offerte is in uw visie, dan is er helemaal ook geen schriftelijk bewijs voor uw stelling, hè, die hij betwist. Blijft dus over het voegwerk zelf. Voldoet dat aan de eisen? Deskundige zegt van niet. Hij zegt het is slordig gemaakt en bovendien is er een cementsluier achtergebleven. Moet Verwer dat dan herstellen? Volgens de wet, meneer Stolten, moest u tijdig klagen. En dat heeft u echt niet gedaan. Om te beginnen keurde u het werk zonder meer goed, terwijl u toen al kon zien wat er aan mankeerde. En zelfs als het waar is dat de cementsluier later is verergerd, dan had u in elk geval toen alsnog gelijk moeten klagen. Dat deed u niet. U heeft de zaken op zijn beloop gelaten. En veel te lang op zijn beloop gelaten. Op zijn vroeg, pas maanden later, heeft u Verwer aan zijn jasje getrokken. En dat was, volgens de wet, veel en veel te laat. U was best in staat om eerder te kijken en te klagen. Dat betekent dat de vordering van meneer Stolten moet worden afgewezen. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Zo. Gaat u het nu zelf doen? De gevel opknappen? Of bent u nog helemaal beduust van de uitspraak? Nee. Nee? Nou, die sluier die gaat eraf. En, ik denk dat we maar wat nieuwe tegels in de stoep zetten. Ja. Ja. Valt het u echt tegen? Ja. Ja. U had gedacht dat u het zou winnen. Ja. 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 En voortaan misschien een handtekening op de offerte, hè? Is dat een idee? Dat... Om dit soort problemen te voorkomen? Ja. Oké, nou, gefeliciteerd in ieder geval voor jou. Hartelijk dank voor uw komst. Sterkte met je stem. U bedankt voor het kijken. Tot ziens. Gefeliciteerd. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen. 0900-1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 120-10-1100-AA in Amsterdam.